Op het terrein aan de Schaarsdijkweg, vlakbij de Berenkuil waar de wielerbaan moet komen, is asbest aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat de asbest niet in de grond zit, maar alleen aan de oppervlakte. De asbest is recent op de grond gekomen. Wie dat heeft veroorzaakt is niet bekend. De kosten voor de gemeente om de grond te saneren bedraagt zo'n 25.000 euro.